Hey jij daar, superleuk dat je weer luistert of zelfs misschien wel kijkt naar een nieuwe aflevering van de Win-Win podcast. Mijn naam is Janneke van der Meulen, schrijfster van het boek De Eiwitleugen. Na een lange zoektocht over wat is nou het optimale dieet voor de mens, ontdekte ik dat we 5 dingen iedere dag sowieso moeten eten om te stralen van geluk en gezondheid tot op zeer hoge leeftijd. Die 5 dingen noem ik de top 5 en dat is de basis. En mensen all over the world, als ze in goede gezondheid ouder dan 100 worden, dan vinken ze deze 5 vaak ook af. Met stip op 1 fruit, we zijn echte fruiteters. Gevolgd door ons ultieme medicijn, dat zijn bladgroen, kruiden, kiemen en zeewier. En sinds ik dit iedere dag ben gaan eten, ja, bakken met energie. En dat is energie is wel wat het verschil maakt. Zonder energie kun je nog zoveel prachtige diploma's, goede ideeën, geld, talent of weet ik veel allemaal wat hebben. Zonder energie om daar ook wat, om daar wat mee te doen, is het allemaal waardeloos. Sterker nog, het is het recept voor frustratie. Dus we moeten energie hebben. Nou, en wat is nou de grootste verspiller van energie? Dat is het eten van verkeerde voeding. Voeding waar wij anatomisch niet voor zijn ontworpen. En waar wij dus wel voor zijn ontworpen, onze handen, tanden, enzymen in onze mond, de zuur in onze maag en de lengte en de structuur van onze darmen. Wij zijn helemaal ontworpen voor het spotten, plukken, eten en verteren van fruit. En sinds ik dus super veel fruit eet en mijn dieet voor 80, 90, soms wel 95% uit fruit bestaat, ja, poepen zonder vegen, heel veel energie, heel veel rust in mijn hoofd ook. Je bent niet meer bezig met wat zal ik eten, wanneer zal ik eten en hoeveel zal ik dan eten. En heb ik mijn eten wel goed getimed en val ik zo niet te veel af of kom ik zo niet, wel niet te veel aan. En blablabla, echt, ben je allemaal niet meer bezig. Eten wordt heel natuurlijk, heel moeiteloos. En een gezond lichaam wil slank zijn, dus je hebt ook automatisch je gezonde gewicht. Ja. Maar heel veel vragen die ik dan krijg is, hoe zit het met je tanden? Allereerst vind ik het opmerkelijk dat wij een diersoort zijn die zijn tanden moet poetsen. Ik heb dat bij geen enkele andere diersoort, zie ik dat terug. Bij alle dieren zijn hun tanden afgestemd op hun dieet. Een koe heeft precies de goede tanden om gras te kunnen eten en te verteren. En hetzelfde voor een aap en een haai. Iedereen heeft het gebit wat past bij zijn of haar eetpatroon. De tanden van een haai dat zijn heel veel en ze staan een beetje naar binnen. En zo kunnen ze heel goed een andere vis vangen. En onze tanden zijn weer helemaal ontworpen om fruit te kunnen eten en te verteren. Maar wat is nou het belangrijkste? Ik klap er maar direct in voor gezonde tanden. En dat is het hebben van gezond speeksel. Hoe mineraalrijker je speeksel is, hoe gezonder je tanden. Die mineralen zijn namelijk nodig om de zuren af te breken die er ontstaan als er eten op je tanden blijft plakken. Nou, en dat is natuurlijk alweer het hele grote voordeel van het win-win dieet. Win-win eten, fruit, bladgroen, kruiden, kiemen en zeewier. Fruitmaaltijden, monomaaltijden, groene smoothies, die blijven niet plakken aan je tanden. Nou, dat is al voordeel 1. Dus als het niet aan je tanden blijft plakken, dan komen er ook geen bacteriën bij. Want de poep van bacteriën, die is heel erg zuur. Die zorgt voor dat je glazuur afbreekt en dat je misschien zelfs wel gaatjes krijgt. Dus daarom moeten we ook poetsen. Om al dat uitgedroogde eten wat wij de hele dag eten, denk aan brood en muesli en koek en snoep en vlees en eieren en kaas en allemaal dat soort dingen. Dat blijft allemaal aan je tanden plakken. Waarom? Omdat het is uitgedroogd, er zit bijna geen water in en er zitten geen vezels in. Dus het blijft plakken. En zodra iets blijft plakken, kunnen er bacteriën bij komen. Die bacteriën gaan poepen. Dat poep is heel erg zuur. Als jij dan geen mineraal speeksel hebt om die zuren af te breken, dan zul je dus last krijgen van je tanden. Wat maakt nou bijvoorbeeld je speeksel heel erg mineraalarm? Nou, dat is natuurlijk schraal eten, junkfood eten. En dingen eten waar geen vitamine, mineralen en wateroplosbare vezels meer in zitten. Dus dat is ongeveer 99% van de supermarkt. 99% van de supermarkt is arm aan voedingsstoffen, bevat geen water, bevat geen vezels en is letterlijk super schadelijk voor je tanden. Fruit daarentegen bevat en heel veel water en heel veel wateroplosbare vezels en superveel vitamine en mineralen. Dus dat is perfect voor je tanden. Zou je dat alleen maar eten?
ja, dan heb je natuurlijk net als alle andere dieren die in overeenstemming met hun anatomie eten, geen last van je tanden. Ik heb dus ook nog nooit een gaatje gehad. Het enige wat ik denk, ik heb een periode heel veel granen gegeten. Granen. Echt soms wel een kilo granen per dag. Want dan kocht ik van die zakjes bij de biologische winkel met 500 gram quinoa of 500 gram haver of 500 gram spelt, van die zakjes. En die kookte ik dan met gedroogd fruit, met rozijnen en met een beetje havermout. En dat werden dan van die hele, met pannen vol, van die hele dikke klonten. En ik heb het idee dat die grote hoeveelheid granen, dat niet zo heel erg goed is geweest voor mijn tanden. Maar onder de juiste omstandigheden herstelt een lichaam altijd zichzelf. En ik heb ook het idee dat sinds ik gestopt ben met die grote hoeveelheid granen en veel meer fruit, bladgroen, kruiden, kiemen en zeewier ben gaan eten door met behulp van groene smoothies, win-win salades en grote fruitmaaltijden. Dat het zich heel goed heeft hersteld. Ik laat ook heel af en toe een tandarts even naar mijn tanden kijken. Dat komt omdat ik met een tandarts roei. Ik ga liever niet naar de tandarts toe. Al moest ik er laatst even naartoe, omdat ik als vierjarige met mijn tanden op de rand van een zandbak ben gekletst. Toen ik daar met de skelter, hoe noem je dat in het Nederlands, tegenaan sjeesde en over het stuur heen klapte, zo met mijn mond op de rand van de zandbak. Toen is mijn voortand afgebroken en na 33 jaar brak dat stukje af, omdat ik er met de blenderkom tegenaan tikte. Eentje van glas die helemaal vol zat. En toen moest ik dus naar de tandarts. En wat ik ook zo grappig vond, is dan houdt hij daar zo'n kleurenpaletje bij. En toen zei hij, wow, jij hebt de witste tanden die je kunt hebben. Dus hij moest kleurtje nummer 1 pakken om dat stuk te repareren. En toen dacht ik, ja, dat is toch grappig voor iemand die slecht poetst, kort poetst en de hele dag fruit eet, wat dan zogenaamd zo slecht zou zijn voor je tanden. En ook heel veel mandarijnensap en citroensap en sinaasappelsap, wat ook allemaal zogenaamd heel slecht zou zijn. Dus dat vond ik wel weer even grappig. Dus hoe zorg je voor gezonde tanden? Dat is zorg voor mineraalrijk speeksel. Dat betekent dus heel veel bladgroen, kruiden, kiemen, zeewier en fruit. Wat maakt nog meer je speeksel heel zuur? Dat is een uitgedroogde mond. Dus ik ga ook direct weer even drinken. Zo, lekker. Dat ging niet helemaal goed. Maar, want ik heb hier, omdat het hier bloedheet was toen ik hier binnenkwam, de airco aangezet. En ik merk direct, ik praat heel snel, ik praat heel veel in een droge lucht. En dan droogt je mond uit. Dat is niet goed. Dus ons mond moet lekker vochtig zijn. Stress. Van stress krijg je ook heel mineraalarm speeksel. En dat is ook niet goed voor je tanden. Dus zorg dat je heel veel sappen en smoothies eet en drinkt de hele dag, zodat je speeksel lekker mineraalrijk is. Ik voeg ook vaak chlorella toe. Ik heb het idee dat dat ook veel mineralen bevat en daarom goed is voor je speeksel. Wat ook leuk is, is 's nachts je mond aftepen, zodat je noodgedwongen door je neus ademt. Waardoor dus je mond ook vochtiger blijft en minder droog wordt, wat ook weer supergoed is voor je tanden. Ik doe dat niet altijd, want ik heb het idee dat ik sowieso door mijn neus adem. Maar ik ben er wel af en toe mee aan het experimenteren. Als ik merk van, ik weet niet, iets in mij zegt van, vannacht zou ik wel eens door mijn mond kunnen gaan ademen. En dat wil ik natuurlijk niet, dan tape ik hem af. En daar gebruik ik sporttape voor. Niet dat witte, maar dat, ik weet niet hoe dat die tape heet. Die gebruiken fysio's soms om, ik weet niet waarom, maar om de doorbloeding te stimuleren. Ik gebruik die tape niet. Maar ik had daar wel twee rolletjes van liggen, omdat mijn schoonzus is fysio en die had daar heel veel rollen van. En toen had ik ook even twee rolletjes voor de kleur. Maar die gebruik ik dus om mijn mond af te plakken. En ik heb het idee dat dat toevallig een goede set is, want die tape, die is rekbaar en flexibel. Dus hij zit niet zo strak. Hij rekt een beetje mee als je toch een beetje wil bewegen met je mond, wat je misschien toch wel doet.
Dus ik heb het idee dat dat per ongeluk een hele goede uitvinding is. Want ik zie ook online dat ze er heel erg mee aan het struggelen zijn. Met welke tape moet je dan en hoe groot moet dat dan? Nou, ik knip hier gewoon precies een vierkantje van. Plak ik op mijn mond. En dan adem je 's nachts noodgedwongen door je neus. Wat ook heel erg helpt bij het behouden van een vochtige mond. Zodat ja, je tanden mooi schoon en sterk blijven. Wat moet je nu doen als je hele gevoelige tanden hebt? Volgens mij moet je dan meer mineralen gaan toevoegen in je dieet. Dus dat betekent misschien net in jouw geval dan net iets meer medicijn. Je bent dan eigenlijk ongezond, om het maar even zo te zeggen. Heel hard klinkt het even. Ik weet even niet hoe ik het anders uit moet leggen. Maar iemand die ongezond is, heeft eigenlijk in verhouding ietsje meer medicijn nodig. Iemand die supergezond is, ja, die kan ook wel met iets minder medicijn, om het maar even zo te zeggen. Dus medicijn zijn bladgroen, kruiden, kiem en zeewier. Omdat dan waarschijnlijk je te weinig mineralen in je systeem hebt. Ja, en mineralen gaan altijd eerst naar die vitale functies. En is er dan onvoldoende, ja, dan gaat het ten koste van de uiteinden van je lichaam. Dus je handen, je tenen, je tanden, je haren, dat boet dan in. Ik heb zelf ook wel eens een mineralentekort gehad. Ja, en dan verlies je je haren, krijg je koude voeten, koude handen. Ja, dat wil je dus niet. Maar dan heb je te weinig mineralen in je systeem. En probeer altijd mineralen, vitamine en mineralen met kruiden, met natuurlijke middelen op te peppen. Niet met synthetische voedingssupplementen. Nou, als het jou helpt, doe het dan wel. Maar ik heb het idee dat dat soms te agressief is eigenlijk voor een lichaam wat toch al in nood is. Dan kan je het beter slow but steady op een natuurlijke manier aanvullen. En alles wat uit de zee komt is eigenlijk altijd ook heel erg mineraalrijk. Dus daarom het belang van veel zeewier, zeegroenten en dat soort dingen in je dieet. Gekookt eten, dat blijft dus plakken. Junkfood, dat blijft plakken. Als je dat hebt gegeten, dan moet je dus inderdaad ook poetsen. Want als je dan niet heel goed je gebit reinigt en er blijven dingen aan je tanden plakken, dan heb je inderdaad kans op gaatjes. Ik doe niet aan flossen en steken. Ik heb het idee dat daar het tandvlees door geïrriteerd raakt, kapot gaat, makkelijk kan ontsteken. Ik weet dat ik nu alle tandartsen over me heen krijg, I know, maar ik heb al heel veel mensen geholpen met gevoelige tanden. En dan zei dus, ja, ik flos, ik steek, ik poets 10 uren. En dan zei ik altijd, oké, korter poetsen, gezonder eten en stoppen met flossen en dingen. En inderdaad, dan kwam dat gebit eindelijk even tot rust en ging de pijn weg. Dus sorry, lieve tandartsen, maar ik pak het helaas toch even anders aan. Koffie, desastreus. Nou ja, alcohol natuurlijk, junkfood, dat hoef ik hopelijk toch allemaal niet te zeggen. Daarvan, dat weet iedereen wel. Onrijp fruit ben ik ook geen fan van. Is natuurlijk wel lastig, maar als je wat wil en je vindt de juiste adresjes, dan zorg ervoor dat het fruit, het is niet altijd rijp op het moment dat je het koopt, maar zorg dan dat het fruit is wat na kan rijpen, zodat je het eet als het op zijn rijpst is. Ik zit even te denken wat ik nog meer kan. Oh, de tandpasta. Ik maak ook gebruik van een zachte borstel. Ik poets altijd kort en voorzichtjes. En fluoridevrije tandpasta. Maar wat ik ook wel eens doe, ik vergeet ook heel vaak mijn tanden te poetsen, durf ik bijna niet te zeggen, maar ik heb het nu al gezegd. Maar wat ook werkt, is met een washandje goed je tanden even schoonmaken. En als je geen tandenborstel hebt, dan gewoon met je vinger. Schraap ook altijd goed je tong schoon met zo'n aluminium. Nee, oeh, shit. Ik weet niet. Met zo'n zilveren metaalschraper. Die vind ik echt het by far het beste werken. Beter dan die plastic dingen. Dus goed je tong schoonmaken. Veel brandnetelthee. Ik heb het idee dat dat echt voor alles goed is. Dus dat drink ik ook altijd veel. En verder, ja, wat doe ik nog meer voor gezonde tanden? Nou, niet stressen. Tuurlijk, wel eens kortstondige stress voor succes. Maar dat noem ik eigenlijk geen stress, dat noem ik even focus. Dus dat zit hem dan meer in het welk woord kies je.
En natuurlijk ja, veel groene smoothies, bladgroen, kruiden, kiemen, zeewier voor de mineralen. Matig met granen, matig met... Ook met noten trouwens, heel matig. Noten plakken ook. Ik eet wel eens wat walnoten en ik eet wel eens een paranoot en ik eet wel eens wat cashewnoten of pistachenoten. Ik eet het allemaal wel. Maar ik heb het idee dat ik eet het en ik ook iedere dag. Maar ik eet zowat 4000 calorieën per dag. En als ik dan kijk hoeveel noten ik in verhouding tot de rest eet, is het heel weinig. Als ik dan soms andere mensen zie die veel minder eten, maar in verhouding veel meer noten, dan trekt de balans scheef. Je wil zo'n 10% van je calorieën uit vet en zo'n 10% van je calorieën uit eiwitten en de rest uit koolhydraten. En je eet het liefst zoveel mogelijk fris en vers en rauw en fruitig. Sappen, smoothies, hele stukken fruit, monomeals qua fruit. En je wil... En je bent matig met noten, zaden, pitten, granen, peulvruchten. Ik eet het allemaal, hè? Ik eet het allemaal. Don't get me wrong, maar wel in verhouding. Het is aanvulling op de basis. En wat probeer ik? Nou ja, wat vermijd ik natuurlijk? Dierlijke producten en junkfood. Dat wil niet zeggen dat ik nooit eens junkfood eet. Ik eet ook wel eens junkfood. Als de basis staat en ik heb superveel groene smoothies en win-win salades en stukken fruit gegeten en het loopt zo, nou, dan hoor je mij helemaal nergens over. Dan zit ik lekker te smikkelen en te smullen. Ik heb ook het idee dat ik er geen last van heb. Heb je er last van? Ja, dan moet je het niet doen. Wat wel echt dingen zijn die ik vermijd is, er begon laatst namelijk iemand weer over en toen dacht ik, oh ja, dat eet ik echt, echt niet. Seitan. Ik probeer namelijk sowieso helemaal glutenvrij te eten. Ik merk echt dat dat een verschil geeft. Dat ik veel meer energie heb bij een dieet wat glutenvrij is. Ik kies dus ook altijd, als ik havermout eet, glutenvrije havermout. En als ik havermout maak, gewoon met gekookt water, dan doe ik ook altijd weer heel veel fruit bij mijn havermout. Dus rozijnen, dadels, bananen, mango vind ik ook lekker. Blauwe bessen natuurlijk. Het is havermout met heel veel fruit. En soms ook, en walnoten vind ik ook altijd heel lekker. En die kook ik mee, want gekookte walnoten vind ik op een of andere manier heel lekker. Dus, tanden. Tanden hou je gezond door mineraalrijk speeksel. Je speeksel wordt mineraalrijk door veel mineralen in je dieet te hebben. En minerale killers, zoals te weinig slapen, veel stress, te veel en te vaak praten en door je mond ademen. Door dat soort dingen te vermijden. Nou, ik hoop dat je hier wat aan hebt. Is dat zo? Ga dan naar jannekevandermeulen.nl en zoek dat kleine knopje doneren. Werkt dit? Pas je dit toe? En knap je tanden op? Laat dat dan even weten door middel van een berichtje of door even wat euro's over te maken. Dat geeft mij heel veel spirit om dit soort filmpjes voor jullie te blijven maken. Dus blijf dat doen. Wordt echt enorm gewaardeerd. En... deel het ook volop op je social media. Het is bizar hoeveel mensen struggelen met een slecht gebit, met gaatjes, met scheefgroei. Ja, daar heb ik het nog helemaal niet over gehad trouwens. Maar borstvoeding geven, heel lang, super goed voor het gebit van je kind. Ik zie het aan de oudste, brede kaken, veel ruimte tussen de tandjes. Dat komt omdat ze natuurlijk iedere dag hard moet werken eigenlijk om borstvoeding te krijgen. Maar ook heel veel zonlicht. Zonlicht heb je nodig voor een gezonde testosteronhuishouding. Als man, maar ook als vrouw. En testosteron zorgt voor brede kaken. Zodat je tanden lekker veel ruimte hebben. En hoe meer ruimte je tanden hebben, hoe makkelijker het ook is om ze schoon te houden. Dus veel zonlicht. Vitamine C heb je sowieso nodig voor het alle aanmaak van al het bot- en bindweefsel. Dus ook voor gezonde tanden. Dus zorg voor heel veel vitamine C en zonlicht. Zodat die kaken zich goed kunnen ontwikkelen. Goed veel ruimte opeisen. Zodat die tanden ook veel ruimte hebben. Geef lang borstvoeding aan je kind als dat kan. Super goed voor het gebit. En voor het hebben van een brede kaak. Zodat, wat ik zeg, die tanden veel ruimte krijgen. Nou, dan zijn we er nu echt. Okido, doei! Zou je eigenlijk wel meer plantaardig willen eten, maar heb je geen idee hoe je dat op een gezonde, verantwoorde manier voor jezelf en je gezin doet? Lees dan het boek De Eiwitleugen.
Mijn naam is Janneke van der Meulen en in 2018 en 2022 werd ik wereldkampioen kustroeien. In 2021 werd ik na een energieke zwangerschap en soepele bevalling moeder van onze dochter. Alles op een dieet van fruit en planten. Kijk, je kunt nog zoveel diploma's hebben, geluk, talent, connecties, geld. Maar energie is uiteindelijk wat het verschil maakt voor resultaat. In het boek De Eiwitleugen deel ik daarom alleen maar de allerbeste wetenschap voor optimale gezondheid, fysiek en mentaal. Dus bestel het boek nu via jannekevandermeulen.nl.